Hallo mensen, welkom in Valiant Hearts The Great War. Geweldig game voor wat ik heb gezien. Ik heb het nog niet gespeeld. Maar luister naar deze muziek. Gewoon al deze, alleen deze muziek is al geweldig. Dus ik ga nu gewoon een nieuw spel starten. Ik weet het, ik heb het een heel klein beetje gespeeld om te kijken of het runde wat goed was. Want de eerste keer dat ik het opstartte was het niet zo te gaan met installeren. Dus was er ook helemaal geen tekst of zo. Dus ik ga nu een nieuw spel starten. Dit spel slaat op bepaalde punten. Laat maar. Hij slaat op. En dan zie je zo'n tikkie. Vrij gebaseerd op de gebeurtenissen die plaatsvonden aan het westelijk front tussen. August 1st, 1914. After the assassination of Prince Franz Ferdinand of the Austro-Hungarian Empire, the German Empire declares war on Russia. Because of established alliances, Franz is preparing for conflict. A few hours after the announcement of the general mobilization, German civilians living in France are asked to leave the country. Dat was wel erg. Carl is one of them. Oeh, hij heeft spieren. 1 augustus 1914, Saint-Mihiel, Frankrijk. Hij is Duits. Dat komt nu opeens in me op. Maar is zij ook Duits? Of is zij gewoon Frans? Blijkbaar is zij Frans. Hij loopt gewoon rustig weg. In elk geval, zo ziet het eruit. Is dat haar vader? Enkele dagen later. Nu krijgt die vader dus een brief om te gaan vechten voor Frankrijk. Oké. Ik moet zeggen, het geluid is echt geweldig. En ook hoe dit is gemaakt, zeg maar. Hoe alle tekeningen zijn. Het is heel stripachtig, maar het ziet er heel cool uit. Heel goed gedaan dit. A few days after Carl was deported, the war was hungry for more. Emile. Deze man heet Emile. A heavy-hearted Emile was called up to fight and left the farm for Saint-Mihiel. Like so many others, he had no idea what fate had in store for him. 13 augustus 1914, barakken Saint-Mihiel. Ik ga dit nu even vertellen, want ik heb dit nog niet vergeten. Dat was ik vergeten te vertellen. Van dit spel ga ik een complete playthrough maken, dus zonder jumpcuts en zo. Ik ga video's van ongeveer een kwartier maken, dus hangt er vanaf wanneer die opslaat. En die upload ik gewoon compleet. Dus ja, dit wordt gewoon een volledige playthrough. Ik laat alles zien wat er gebeurt. Behalve als ik echt lang ergens blijf zitten bijvoorbeeld. Want volgens mij zitten er ook een soort van puzzeltjes in dit spel. Die je dan een beetje moet oplossen, zeg maar. Kijk, tenzij ik daar echt heel lang op één puzzel blijf zitten. Meestal zal ik gewoon alles laten zien. Dus ik ben nu 4 minuten bezig. En ja, de komende 5-10 minuten wordt gewoon lekker playthrough. Zo te zien moet ik met het linker stick, ik gebruik een controller, naar rechts lopen. Dit is zo'n typische stripfiguur. Zo springend en zo. En spreek je die echt Frans? Ik kan geen Frans, maar. Nee, volgens mij spreekt hij niet echt Frans. Oké, ik ga naar binnen. Liberté, agilité, fraternité. De oorlog breekt uit. Oké, dit zijn heel lange verhalen. De barakken en het regiment. De spoorwegen. De ramp van augustus 1914. Het zijn lange stukken, dus die ga ik niet voorlezen. Jullie kunnen als jullie willen terugspoelen en dan op pauze drukken als jullie het wel willen lezen. Maar het is toch al lang. Oké, allemaal naakte mannen. Nee, halfnaakt. En ik heb kleding aan. Dat gaat makkelijk. Oké. Wat moet ik doen? Ik moet terug met de trompet. Ah. Recht? Nee. Vechten!
voor Frankrijk. Ik wou voor Nederland, zeg maar. Het is Frankrijk. Ik wou het zeggen, maar... met deze muziek vergeet ik alle kritiek die ik op dit spel had. Linkerstuk omhoog betekent klimmen. Oké. Okay. X is aanvallen. Die. Zo moet ik dus Duitsers gaan slaan. Oké. Okay. Zijn dit veldfles of granaten? Met de rechter trekker. Oh, oké. Okay. Is dat linkerstick? Maar met het rechterstick kan ik ook alles doen. Maar goed. En dan... ah. Oké, okay, is een granaat. Pak er nog maar één. Ik weet niet of dit een bug is, maar hij doet het net zo... en dan pas pakt hij zijn pistool. Maar goed. Nee, oké, okay, ik heb al een granaat. X. Oh, je lag ook weer granaten. Varnel! Ja! Kijk, weer. Een dappels pakt hij ze wel. Nou goed. Er wordt gefloten. Oh, je kunt mikken. Oh ja, logisch. Je moet ook op A drukken. Maar goed, je kunt dus mikken zonder te gooien. Ardaboe. Als mensen van jullie Frans kunnen, laat me dan weten of dat echt iets is. Oké, okay, Franse vlag. A. Zo, dat was echt synchroon zo. Republiek Franse. Oké, okay, hij slaat op. My dear Marie, we are on our way to Paris. The atmosphere here is strangely cheerful. I hope that the harvest goes well. Rely on our neighbors for help. They've always been gracious and charitable people. I'll write again as soon as I get my assignment. Please kiss my little grandson for me. Ik moet zeggen, behalve Assassin's Creed 2, dat was ook echt een geweldige game. At the train depot in Paris, trying to reach his regiment at platform 21, Emile would meet the man he would soon fight alongside. A man who would come to be his truest friend. Ik wil zeggen, vind ik dit dus de tweede beste game tot nu toe al. Gewoon door deze artstyle en zo. Oké, okay, kan ik iets meer doen? Oh, ik verjaag hun. Nu moet ik die andere ook. Want ze pesten hem en hier kan ik niet langs. Oké, okay, waar gaat dat buisje heen? Oké, okay, die gaat naar de cabine. Wat? Ik kan blijkbaar deze fles pakken. Oké. Ik mag hier niet langs. Wat heb je nodig? Oh. Blijkbaar dat hij... wou die drank hebben of zo. En dan nu? Ik mag niet deze ladder op. Hij wil muziek hebben. Oké. Okay. Oh, dit wordt een soort van puzzeltje. Dat ik het in een goede volgorde moet doen. Dit is als eerste. Kijk naar die gozer, hij gaat helemaal los. Slecht. Oké. Okay. Nee, oké. Okay. Ja! Muziek! Goeie muziek. Zeg maar, ik hou eigenlijk van hele hartstikke harde muziek, maar goed. Het klinkt goed. Waar gaat hij heen? Nou ja. Oh ja, de meneer trekken. Oké, okay, nu worden zij dus ook verjaagd. Ja, ik kan van het trappetje af. Blijkbaar worden we heel goede vrienden. Dank je wel. Van de USA. Oké, wat doe je in Frankrijk? Ding ding, ding ding, oké. Goed luck, mevrouw. August 21st, 1914. Eerste Wereldoorlog. Emile's regiment was sent to fight against the 71st German division led by Baron von Dorf. Von Dorf. The general cheer of the first hours dissipated into the fear of first combat.
Het is 20 augustus 1914. Ik ben een vlagdrager. Hey. Oké, attention! Moeten we gaan rennen. Vechten! Ja! Is dat van Dwarf? Dat is in elk geval een machinegeweer. En bommen? Oh shit. Oké, ik moet de bommen ontwijken. Ah! Waarom viel die niet? Nou goed. Ik weet nu dat deze bommen, dat ik ze moet ontwijken. Was dit echt maar zo makkelijk, dat je gewoon zag waar de bom en wanneer die zou komen. Oké, doorrennen. Ja. Toen was hij dood. Toen hadden we geleiden weer. Oké, schieten. Oké. Oh. Bommen. Het is ook cool hoe de kleuren nu minder fel zijn geworden. Net waren het behoorlijk felle kleuren. Het is een beetje grijzig geworden. Een soort van bedroefdheid en gevaar. Laten we zien. Iedereen is dood, behalve ik. Karabin! Moest dit? Blijkbaar moest dit. Oké. In de regen. Nee, ik hoef niet echt te huilen. Zo. Rotboffen. Dat is Carl. Marie Chaillon. Private Emile Chaillon from the 150th Infantry Regiment was wounded by enemy fire on August 21st. Oh. He has been captured by the enemy. Hij is alleen gewond. Oké, maar hij is al gevangen. You shall receive news from him soon. Oké. Freddy. Nee, het is zijn dochter. Originally from America, enlisted voluntarily in the French forces at the start of the war. Oh, hij heeft zich gewoon aangemeld. Behind his bravery, hid a man already devastated by the war's effects. A man with one sole obsession: punish those who had destroyed his life. Maar wat is er dan gebeurd? Dat laten ze niet weten, maar goed. It was at the Battle of the Marne that Freddy finally picked up the trail of the regiment commanded by Baron von Dorf. Baron von Dorf. Rennen, 6 september. Hallo. We moeten de brug opblazen. Oké. Oh. Ik heb een kniptangetje. Hij slaat gewoon even door een muurtje heen. Nieuw dagboek vrijgespeeld. Dagboeken. Deze ga ik wel lezen. 20 augustus 1914. Weer een dag gelopen. Vandaag hebben we voor het eerst kanonnen gehoord. Ik wil helemaal niet doden. Ik moet aan iets anders denken en proberen te slapen. En... welke... 20 augustus, 12 augustus. Vandaag is de training in het militaire kamp begonnen. Ik moet nog steeds denken aan Carl, die in Duitsland waarschijnlijk hetzelfde doet. De oorlogsverklaringen heeft chaos veroorzaakt. Ik hoop dat Marie en de buren de oogst op tijd hebben binnengehaald. Oké, ik ga nu... oh, ik wou die van Freddy lezen. Oké, eindelijk. Ik kan niet wachten om te vechten. Misschien vind je over de pijn die ik van binnen voel. Dit zijn... ja, haar ken ik nog niet. Die ga ik niet lezen, want ja... ik moet nog een klein stukje even doorheen knippen. Oké. Granaat. Oh. Collectible. Oké. Oh, hier kan ik niet opklimmen. Daar, ik zat zo van, ik doe het toch goed gewoon, maar... ah. Het is te hoog. En nu kan ik er gewoon oplopen. Oké. Ja, ik moet dus de brug gaan opblazen. Oeh.
Boom. Oké, er zit echt goede muziek achter. Oké. Hij gaat dood. Oh fuck. Nee. Hoe kom ik er langs? Ik weet het niet. Oh. Ik kan een granaat. Oh fuck. Ja, oké. Okay. Kan ik niet gewoon hem met een granaat doden? Of een geweer oppakken? Nope. Hij is dood. Oké, nog een keer proberen. Ja, als de camera even goed gaat. Zo. Hopelijk ben ik op tijd. Ik stond op de trap. Tenzij het logisch zou zijn in dit spel en dat hij ook echt omhoog zou gaan schieten. Oké, eens kijken of ik het zonder te kijken kan. Wordt het erg. Ik hoop dat dit niet al te vaak gaat gebeuren. Loop. Zo. Moet ik gooien. Wachten. En nu rennen. Ik doe even die Duitser naar. Oppakken. Oh, moet hem zeker. Ja. Domme Duitser. Hier zit die maniet ding. Die maniet. Maar daar zit geen dynamiet. Nu wel. Oké, ik denk dat het zo klopt. Granaat. Vondel. Bang. Niet super realistisch hoe dit gebeurde, maar ja, het is een stripachtig spel, dus dan mag het. De slag bij Marne, Amerikanen in het Franse leger, machinegeweren. Oké, verover de vlag. Granaten. Oh, nee, dat bedoel ik niet. Alleen dan een andere. Oh, wacht, laat maar. Hoe kom ik? Hier is. Oh, kan ik naar beneden springen? Ik vraag, hoe kom ik verder? Collectible, maar. Gewoon simpel en gewoon dat. Nee, dat deed niks. Oh, hier is ook zo. Oeps. Ik dacht dat ik daarop ging blijven liggen. Oh, daar moet zelfs klap dit, maar. Ja, nee. Dat is het leuke van het spel. Oh, ik drukte het daarop, maar ik kan er niet op. Een touwladder. Ik pak hem gewoon met nog een steentje op. Ik hoop dat er snel een save point komt, want ik ben nu al 20 minuten aan het spelen. En daar is het save point. En er komt weer harde muziek, dus ik weet zeker dat het nu leuk gaat worden. Ja. Dit was het voor deze video. Beetje uitleg aan het begin natuurlijk. Volgende keer ga ik wel weer verder. Gewoon helemaal verder. Ja, ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. En tot de volgende video.